Leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe Boerenverstand video. Vandaag hebben we als thema vliegenbestrijding. Ik ben Wilmar, werkzaam bij BTN De Haas in Groningen. En let deze video weer goed op, want als je de prijsvraag goed beantwoordt, maak je kans op een op maat gemaakt vliegenplan en €500 aan vliegenbestrijdingsmiddelen. We gaan eerst even op zoek naar wat vliegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie achter mij van alles al gebeuren. Kunt u wat vertellen over het bedrijf? Jazeker, jullie zijn hier op een melkveebedrijf, ruim 200 melkkoeien. En 185 hectare grond erbij, dus redelijk zelfvoorzienend. Daarnaast doen wij nog van alles om boer en burger wat dichter bij elkaar te krijgen met ons recreatiebedrijf en onze boerderijwinkel, annex agrarisch belevingscentrum. Dus... Nou, we zijn hier natuurlijk voor de vliegenbestrijding vandaag en ik kan me voorstellen dat recreatie en vliegen niet heel lekker samen gaan. Het is voor de dieren niet goed, maar ook voor onze boerderijwinkel zeker een recreant. En, de gast die hier komt, niet prettig. En daar proberen wij wel van alles aan te doen. En wel een issue waar je het hele jaar tegenaan loopt. En heeft u dan een bepaalde plek waar vooral veel overlast ondervindt? Ja, bij de jonge dieren, bij de kalfjes, vaak warm, broeierige plekken, stro, daar begint het. En wat doet u dan aan qua vliegenbestrijding? Ja, vooral als het nog wat, maar we lopen naar de jongvisstal toe en dan kunnen we even kijken en dan kan ik u aanwijzen wat we ongeveer doen. Nou, hier zijn we dan in de ruimte met de kalfjes. Ja, wat doen wij hier? We hebben hier het hele jaar door hebben dat vliegenlid hangen. Dat vervangen we ook dagelijks als het een beetje vol is, dat draaien we er ook bij. Nou, en dan kijken we in de strohokken. 4-5 keer per jaar halen we die hokken leeg, vegen we schoon. En dan gebruiken we marendood, die korrels strooien we hier in hokken. Mm-hmm. Met Neporex? Dat gebruiken we. Na een week of drie met een vloeibaar in de gieter, langs de randen. En dan proberen we een beetje bij te houden. Maar over het algemeen, de zomerdag, dan moet je dat proces doorbreken. En dat zijn we af en toe ook wel eens een keer aan de late kant, denk ik. Een dag is zo'n week. En voor de weer is 14 dagen en bij eigenlijk alweer te laat. Ja. Dus dat is wel iets, vooral in deze omgeving, en vooral in de zomerdag als het erg warm is, dan moet je er wel actief op zitten. Ik zag dat u hier melkt met behulp van robots. En doet u daar ook nog iets qua vliegenbestrijding of gewoon bij de melkkoeien? Bij de robots hebben we ook dat vlieglint te hangen. Ja. En daar hebben wij op karton en dan strijken van de gele spullen op. Oh, ja. En dan die leggen we naar boven de robots. Ja, waar dus de vliegen op... En dan hebben wij ook nog een waaiertje hangen om wat circulatie te krijgen. De luchtstroming, dat de vliegen tijdens melken... de koeien daar geen hinder van hebben. Voor de kijkers thuis, dan gaan we jullie nu wat vertellen over de levenscyclus van de vlieg. En dan gaan we jullie vertellen waarom het belangrijk is om de vliegenbestrijding consequent bij te houden. De cyclus van de vlieg. Het eerste stadium is de volwassen vlieg. Daarvan zien we maar slechts 20% en de overige 80% is onzichtbaar. Deze is volop in ontwikkeling als eitje, maden of pop in mest of voerresten. Dan de eitjes. De eitjes van vliegen ontwikkelen zich pas bij voldoende vocht, voedsel en warmte. Hierdoor zijn eenlingboksen, vochtige plekken onder de waterbak en mest ideale broedplekken. Na ongeveer één dag komen uit de eitjes maden. Dan fase 3, dat zijn de maden, ook wel larven. Deze verliest 3 keer haar huid, waarna ze uiteindelijk in een pop veranderen. Dan het laatste stadium, pop. De maden is veranderd in een bruine cilindervormige pop. Hierin ontwikkelt de volwassen vlieg zich. Belangrijk bij vliegenbestrijding is op tijd te beginnen. Er wordt namelijk vaak gezegd dat je moet beginnen met het bestrijden van vliegen als de temperatuur stijgt. Maar algemeen geldt dat je moet beginnen in april. Dat adviseren wij ook, want als je al veel vliegen ziet, dan ben je eigenlijk al te laat met het bestrijden. We gaan nu beginnen met de vliegenbestrijding. Nou, we beginnen met de madendood, dus we gaan nu aan de slag met Neporex. Ik sta hier nou op een van de broedplaatsen van vliegen, namelijk het strohok. Vliegen leggen hun eitjes graag langs de randen. In het midden van het hok daar rennen de kalveren, dus daar trappen ze dan ook de poppen kapot. Voordat ik begin met Neporex strooien, ga ik eerst vierkante meter bepalen om te weten hoeveel Neporex ik nodig ben. Het hok is totaal 25 vierkante meter, maar omdat we nu alleen de randen gaan behandelen, halen we 50 centimeter overal vanaf. Blijft er 16 vierkante meter over, 25 min 16 is 9, dus in totaal gaan we 9 vierkante meter behandelen met Neporex. En daarvoor heb je 250 gram Neporex nodig. Dat is ietsjes meer dan officieel ze moeten, maar onderdoseren is niet de bedoeling, dus 250 gram is voldoende. We hebben ervoor gekozen om het nu gewoon te strooien, maar Neporex is ook te gieten of te spuiten. En ze hebben op dit bedrijf ook een kalverdrinkautomaat. En dat is een ideale broedplaats voor de vliegen om de eieren te leggen. En melk lekt daaronder wel weg. Dus genoeg voedsel. Dus ook daarom strooien we daar wat Neporex.
Dan gaan we nu ook nog wat doen tegen de volwassen vlieger. Dat gaan we met behulp van Agita doen. Ook daarvoor moesten we eerst weer de vierkante meters bepalen. Totaal 140 vierkante meter. En dan ga ik nu even het mengsel daarvoor klaarmaken. Ik heb de plaat nou hoog opgehangen, zodat de kalveren er niet bij kunnen. Daarnaast is het ook belangrijk om op te hangen in plaats van neer te leggen. Dus er komt er zo min mogelijk stof op en blijft het product langer zijn werk doen. Agita, dat bevat een feromoon wat vliegen aantrekt en uiteindelijk zal doden. Bewust gekozen dus voor deze plek en omdat hier veel vliegen waren, maar ook omdat hier niet dicht bij het voerrek zijn. Dus als dode vliegen neervallen, zullen die nooit in het voer vallen. Nou, dan hebben we nu alles klaar. We zijn begonnen met Neporex te strooien. Het is belangrijk om dat elke 6 tot 8 weken te herhalen. We hebben daarmee de levenscyclus van de vlieg onderbroken. Je ziet nu nog geen direct resultaat. En de kaarten hebben we ook opgehangen. Hebben we specifiek op deze plaats gedaan, omdat we aan deze palen veel dode vliegen zagen. Ook deze elke 6 tot 8 weken opnieuw insmeren voor een optimale vliegenbestrijding. Deze hebben we hier gelukkig niet nodig gehad. Als het goed is, blijft het hier een komende tijdje rustig qua vliegen. Wil je nou ook je boerenverstand testen en kans maken op een op maat gemaakt vliegenplan en €500? Shop te goed voor bestrijdingsmiddelen van vliegen. Beantwoord dan de volgende vraag. Hoeveel procent van de vliegenpopulatie is al uitgegroeid tot een volwassen vlieg?